eeuwgeschiedenis CLA Nordic in boekvorm werd feestelijk uitgereikt in het stadhuis. De eer viel te beurt aan de oudste nog in leven zijnde leraar, tevens oud-conrector, René Nogarede. Oud-leerling burgemeester Arjen Gerritsen en huidige leerling kinderminister Luca Ripoli. Vanaf 1 januari ben ik kinderminister. Dus het is een jaar, dus tot 1 januari. Ik ben nog niet heel vaak naar Den Haag geweest door het coronavirus. Door het coronavirus moeten wij, kijk niet naar Den Haag, het gaat allemaal via WebEx online. Ja. Ik praat met de minister samen, met de staatssecretaris samen, staatssecretaris Knops. Dan laat ik de meningen van de jeugd horen. Ik ben ook bezig met de Raad van Kinderen voor de ouderen digitaal mee te krijgen. En ik doe heel veel andere dingen nog bij. Ik doe nou HAVO en als ik de VWO na wil gaan doen, dan duurt het inderdaad nog 2 jaar. Oké. Okay. Ja, dankjewel. En ik moet nog even bijzeggen voor. Ik denk van mijn 32e jaar tot mijn 65e jaar. De helft van uw leven. Dat is een hele tijd. En als ik u nu vraag, wat is het mooiste wat u hebt meegemaakt? Nou, om eerlijk te zijn. Het lesgeven aan de MMS. De meisjes? De middelbare meisjesschool. Ja. Het was echt een genot, omdat je daar veel meer kwijt kon aan cultuurgeschiedenis bijvoorbeeld. Ja. Want ik kan één verhaal nog heel kort vertellen. Ga je gang. Over racisme. Mm. We hadden in, ik weet niet welk jaar hoor, we hadden één leerling. Een negerleerling, Jozefzoon. Zijn moeder gaf les op de MAVO. En wij hadden een leerlingenvereniging met een voorzitter. En die werd gekozen door alle leerlingen. Dan mochten ze plakaten ophangen van kies mij, hè, kies dinges. Ja, hele relish, ja. En wie wordt er gekozen? Die neger jongen. Donkere jongen, noem maar geen negen, dat vind ik een scheldwoord. Maar die donkere jongen. Die donkere jongen. En collega Roep heeft al eens een keer Sint-Nicolaas gevierd. Als Sint-Nicolaas voor school. Als een zwarte Sinterklaas. En een witte Zwarte Piet. Ja. Dat zegt al iets over het karakter van de school, vind ik. Ik wens het Noordic nog 100 jaar. Nog 100 jaar.